Geachte dames en heren, internetcensuur rukt verder op. Het YouTube-kanaal van Klagemouwer TV is momenteel voor twee weken geblokkeerd. En dit zeker niet vanwege het verspreiden van pornografische inhoud, het tonen van dramatisch geweld, het opruien tegen minderheden of ander medogeloos gedrag, dingen die strafbaar zijn volgens de YouTube-rechtlijnen. Van een overtreding van de auteursrechten is eveneens geen sprake. Een onschuldige uitzending uit 2013 met kritische citaten door tegenstanders van de vaccinatieindustrie en feiten over risico's en bijwerkingen van inentingen hebben de richtlijnen overtreden, oordeelt YouTube. De video werd onmiddellijk gewist en de account geblokkeerd, zodat 14 dagen lang geen nieuwe filmbijdragen konden worden geüpload. Als binnen de komende zes maanden nogmaals de richtlijnen voor videoopnames worden overtreden, dan wordt het kanaal definitief geblokkeerd. Zo dreigt YouTube radicaal. Beste dames en heren, de vraag of het bij deze censuurmaatregel eigenlijk om een voorwensel zou kunnen gaan, dringt zich gewoon weg op. Hoe verklaart men anders de blokkering van een onproblematische video, die daarvoor meer dan een jaar geen reden tot afkeuring heeft gekregen? De volgende motief is. Veel eerder zeer waarschijnlijk. Plagemauer TV heeft zich in de afgelopen maanden, in het bijzonder door de zeer actuele berichtgeving over het conflict in Oekraïne, machtige tegenstanders gemaakt. Dagelijks berichten we deskundig en actueel over de gebeurtenissen en lieten daar steeds belangrijke tegenstemmen over de oorlogsdrijvers van de westerse massamedia aan het woord komen. Zowel met ons eigen platform als dat van YouTube mochten we ons steeds weer verheugen vanwege de grote populariteit, en het aantal abonnees verdrievoudigde zich sinds begin dit jaar. De laatste weken alleen al kwamen er duizenden nieuwe abonnees bij, een doorn in het oog voor diegenen die de volkeren van Europa willen hersenspoelen voor een oorlog tegen Rusland. Het is daarom vermoedelijk alleen een kwestie van tijd. Tot het Kla TV-YouTube-kanaal definitief geblokkeerd zal worden. Maar niet alleen YouTube dreigt met censuur. Begin 2014 heeft Google de hoogste censuurrechten voor YouTube aan de Britse regering overgedragen. Zij plannen reeds het invoeren van filmfilters. Naast pornografische en gewelddadige inhoud, moeten die ook zogenaamde extremistische en esoterische bijdragen blokkeren, wat onder de begrippen. Extremistisch en esoterisch moet worden verstaan, blijft voortaan geheel aan de willekeur van de zogenaamde Britse regering overgelaten. Gegevensbeschermers zeggen: de Europeanen waggelen als slaapwandelaars in de totale censuur. Het is alleen een kwestie van tijd. Dan zal de val ook voor Duitsland dichtklappen. Daarom bezoek onze originele website www.kla.tv en abonneer u op onze nieuwsbrief. En nog beter, meld u persoonlijk bij ons om aan een internet onafhankelijk nieuwsnetwerk verbonden te worden. Hartelijk dank.